Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben Jennifer Dekkers en nu is het redelijk vroeg dat ik wakker ben. Het is nu 9:15, of 10 minuten eigenlijk. Hij loopt een paar minuutjes achter. Maar wat ik wil zeggen, ja, ik was eigenlijk al best vroeg wakker, 8:15 al. Ik kon niet meer goed slapen. Maar wat wij vandaag gaan doen is op een hondje passen van een vriendin van mij. Een Franse bulldog. En dat beestje moet nog zinnelijk worden. Dus dat komt wel goed, hoop ik. Ik ben niet zo goed met honden oppassen. Eigenlijk heb ik het niet zo heel vaak gedaan. Maar ik vind het wel leuk om te doen. Ik heb vroeger honden gehad toen ik klein was. Maar ja, dat is nu anders. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. En ja, ik heb ook weinig gevlogd. Maar ik vind ook wel dat ik iets moet beleven. Dus ik ben wel een paar keer ziek geweest en zo. Maar dat vind ik niet interessant genoeg om te filmen of zo. Ik ga binnenkort ook naar mijn ouders toe weer. Dus daar ga ik wel weer vloggen. Want mijn moeder is bijna jarig. Ook leuk. En ja, ik zal ook laten zien wat we op de grond hebben. Dit hier. Het hondje is er nog niet. Even kijken of de camera... Dat hondje is al een paar keer geweest hoor. Hebben we dit gewoon op de grond gelegd. En dit. En straks is het hondje hier zo. En dan gaan we gewoon even lekker spelen met het hondje. Hopelijk gaat dat beestje ook even slapen, want het is nog een puppy. Dus bij deze zie ik jullie strakjes. Zojuist is de puppy gebracht door die goede vriendin van mij, een vriendin van mij dus. En de puppy staat hier nu precies voor me. Gaat nu zitten eigenlijk. En het is best wel grappig. Ze bijt nogal snel, want het is ook nog een puppy. Ze gaat nu lopen. Oké, echt. nou, hier zal ik het laten zien. Bailey! Ja! Ja, ja. Ze houdt van aandacht. Ja. Ja, ja, ja. Gaan we met balletjes spelen, Bailey? Kijk, gaan we een balletje pakken? Bailey? Kijk, balletje. Normaal gesproken rent ze er meteen achteraan, zoals nu dus. Ja! Kom je niet brengen, Bailey? Oh, je hebt hem laten liggen zelfs. Bailey? Hallo? Nu wil je in één ruiken. Nou. Nah. Ga je niet pakken? Balletje. Balletje. Oh. Kijk, balletje. Ja, kijk. Ja. Dat is het balletje, hè? Ja. Oh, nou wil je ermee spelen? Niet onder de tafel gooien, want ik ga niet nog een keer bukken voor ervoor. Ja, dat bedoel ik. En je kan ook hiermee spelen. Je wil per se het balletje. Hier, die kun je ook mee spelen. Waar is balletje dan? Even kijken. Oh, ze valt de camera aan. Even kijken. Zo. Zo. Kijk, daar is balletje. Nou, ga je daar nu mee spelen? Hoor? Auw, dat doet zeer joh. Scherpe tandjes. Hey, nee, we gaan niet aan mijn mouw. Niet aan mijn mouw. Ah, zo. Nou, ja, opstaan weer. Balletjes daar. Ja, dat is de camera. Welkom in de vlog, baby. Er is niks aan de hand. Balletjes daar. Kijk, balletje. Franse bulldog. Waarom iedere keer daar? Mijn knieën krijgen er wat van, joh. Ah, even kijken wat ik kan gebruiken om het te pakken voor je. Ik ga niet een keer op mijn knieën ervoor. Nou, tot strakjes. Bailey, niet de boel slopen. Tot strakjes.
Nu een beetje zachtjes. En ja, je hoort op de tv. Maar de puppy slaapt. En dat is best lief om te zien. Ze draait wel de hele tijd om. Maar dat komt wel goed. Ze slaapt nu lekker. Let's see. Slaap lekker zo. Maar ik denk wel dat ze me hoort. Voor de rest, ja, ze slaapt op de bank. Iedere keer als ik op de bank ga zitten of zo, dan wil zij erbij. Het is wel schattig. Maar ik denk dat als ze ouder is, zij wel op de grond moet of op een matje moet liggen of zo. In een, op een hondenbedje eigenlijk. Ik heb dat hier niet. Voor mij mag ze op de bank, want die bank is toch wel vies en oud. Nou, vies is hij niet, maar oud eigenlijk redelijk, 5 jaar. En ja, versleten. Want de kleur gaat langzamerhand weg. Maar voor mij mag het. Ik vind het niet erg. Maar ja, wat ik nu ga doen, het is 12 uur geweest. Ik ga straks even met haar naar buiten. Ze heeft al op die matjes gepoept en geplast, dat is al heel goed. Maar ook eventjes naar buiten, dat vind ik ook heel belangrijk voor een hondje. En haar baasje komt straks weer eventjes. Dus, en dan heeft ze een half uurtje pauze. En dan moet ze weer weg. Naar de werk. Dus dat komt wel goed. Maar voor nu het hondje slaapt. Ik zal weer even iets dichterbij gaan. Het hondje slaapt. Ik blijf voor de zekerheid bij haar. Zodat ze niet van de bank afvalt als ze draait. Want ze draait nogal. Kleine baby. Dus ik zie jullie straks weer. Doei doei. Nu zijn we nu buiten. Nee, dat moet je niet eten. Nee, nee, nee. Nee, dat mag je niet. Nee. Kom, kom. Kom. Ja, je houdt niet van het riempje, maar je moet wel. Zo, gaan we lekker lopen. Ook al hou je er niet van. Ja, je hoort weer wat, hè? Wat is dat dan? Kom maar. Oké, gaan we zo de straat een beetje inlopen. En ik heb voor de zekerheid plastic zakje mee. Wat eet je nu weer? Heb je wat in je mondje? Nee, zo te zien niet. Hey. Ze wil niet echt lopen. Hey, kom nou. Ze heeft een hekel aan het drinkje. Als je moet plassen of poepen, doe het dan, hè. Nee, dat is vies. Dat is vies. Kom. Nee. Het riempje is juist goed voor je. Oh jee, het lukt niet echt. Nee, kom. Heb je nou weer wat in je mond? Bailey, nee, je moet het niet eten. Wat heb je in je mond? Helemaal niks? Oké, ik hoop dat je het los hebt gelaten. Kom nou. Nou, ik heb net, zoals jullie zagen, even gewandeld met Bailey buiten. En net toen we binnenkwamen, ging ze naar het huisje wat ze hier heeft. En haalde ze ineens zo'n soort hondenkoekje eruit. Ik denk van, volgens mij heeft baasje dat erin gelaten. Geen idee, maar ze eet het gewoon op deze plek op. En smaakt het, Bailey? Schijnbaar wel, maar ze hadden het daar, dus. Meli, waar is het balletje dan? Waar is dat balletje eigenlijk? Is dat balletje weer onder de tafel of zo? Nee, niet op mij af. Want ik weet dat je mijn haren leuk vindt. Heb je er nog eentje in liggen of zo? Volgens mij ben je wel echt aan het zoeken. Je wou buiten niet eens plassen. Bailey, waar is het balletje? Oh, daar is het balletje. Volgens mij vind je dat leuker om de... Oh, nou ja, ook goed. Nou, oké, okay, buiten niet geplassen, binnen wel. Het is tenminste op de handdoeken, dat is heel goed. Bailey, goed zo! Goed zo! Ja, goed zo! Hè?
Dat oranje, dat is van het balletje zelf. Ik haal het wel iedere keer weg. Oh, sorry. Ik sta bijna op de hoofd. Ja, yeah, wat is je dan? Zo. Nou, het is tenminste goed. Oh, moet je nog een keer plassen? Het zijn een paar druppeltjes, maar hey. Het is tenminste goed dat je het daarop doet. Maar het is de bedoeling dat je dat buiten doet. Tenminste niet op de vloer, toch, Vince? Nee. Heb je daar gepoept of zo in de keuken? Vast wel. Oh, ze glijdt uit. Nee, niet gepoept nu. Heeft het vanmorgen wel gedaan. Heel goed, Bailey. Braaf hond. Hondenleven, hè, zullen we maar zeggen. En hoe vind je het om nu een hondje te hebben hier eventjes om op te passen? Ja, het is wel leuk, maar ja, we moeten niet een hond hebben. Nee, dat niet. Nee. En jump! Nee, we gaan niet aan kussentjes knagen. Kussen aan. Daar gingen ze op slapen. Met haar hoofd alleen. Maar ik heb expres eigenlijk alle kussentjes hoger opgelegd. Zodat ze er niet op gaat plassen of aan kauwen. Want dat wil ik liever niet. Dat vind ik zonde. Maar ja, als je met je hoofd erop slaat. Op slaapt. Hemig. Ja, dat is voor Vince, hè, Bailey. Ze ziet op tafel iets. Dat vind je lekker, maar je krijgt het niet. Wie? Ja, vanmorgen bij onze oude buurvrouw thuis. Ja, maar ik heb begrepen dat ze maar 2 keer per dag. Ja, maar ik luister naar het baasje, hè? Van haar. Ik luister naar het baasje van Bailey, die zegt 2 keer per dag. Dus morgens en 's avonds. Bailey, waar ben je? Bailey, waar ben je? Ja, daar is Bailey. Geef je pootje? High five, ja, goed zo. Ja, goed zo. Ik heb begrepen dat bulldogs zich nogal snel beledigd kunnen voelen. Tot strakjes. Word je wakker van de camera? 50 meter lang. Oh, wel triste. Hè, Vince? Ik zet alleen maar heel eventjes die camera aan en ik geloof dat ze wakker werd van het geluid. Nee, ze heeft ook. Nee, ik weet het ene of ons niet helemaal dicht. Niet helemaal? Nee, ze houdt je in de gaten. I'll be watching you. Wat een hondenleven toch? Of niet soms? De kleine baby slaapt. Nou ja, Vince is naar snoeker aan het kijken, geloof ik. Of is het geen snoeker? Ik weet totaal niet wie is, maar er is eentje die Trump heet. Ja, Castle is nu. En de andere heet Trump. President Trump. Uit welk land is die eigenlijk? Uit welk land zijn ze? Engeland, is dat de vlag van Engeland? Ze zijn beide uit Engeland, geloof ik. Nou ja, het is wat. President Trump. Nee hoor. Oh, de tv gaat er meteen uit. Nou ja. Wij zijn nog steeds op de hond aan het passen. Het baasje komt straks om 4:30. En Vince gaat straks bowlen met Prisma. Prisma is dus een organisatie die mensen in contact wil laten komen die een beperking hebben of lichamelijk, geestelijk of weet ik veel wat. Maakt niet uit wat je hebt. Je kan daarbij komen. En nou, dan gaan ze leuke dingetjes organiseren. Zoals naar een pannenkoekenboot of naar de Efteling of Walibi. En ja, wat dit betreft voor Vince. Hij gaat bowlen. Iets wat mij niet meer lukt met mijn handen, want dat doet te veel pijn. Ik kan dat ding niet vasthouden en dan de hele tijd gaan lopen gooien met dat kreng. Het is veel te zwaar. Zelfs de camera is af en toe te zwaar. Daarom heb ik ook een tijdje niet gevlogd. Hè, Vince?
Vince heeft zelfs echt een paar keer moeten masseren. Nu gaat het redelijk met mijn handen. Ik kan het niet altijd even goed vasthouden. Ik slik soms echt paracetamol vanwege de pijn. Dus ja, het is niet niks. En nou moet ik lachen om de hond, want ze heeft een nieuwe positie gevonden om te slapen. Seriously, baby. Nou ja, weet dat strakjes, hè, Vince? Nou, jullie zien het, ik heb mijn pyjama weer aan. Mijn haar is gewassen, of zijn gewassen, ik weet niet hoe je het moet zeggen. Hondje Bailey is weer naar huis met baasje. En binnenkort komt ze weer, ik weet of nog niet zo goed wanneer. Ik ga me weer eventjes op het hondje letten. En ja, voor nu eigenlijk eventjes kijken wat ze heeft achtergelaten. Het poepen en plassen op die matjes ging goed. Ze moet alleen een beetje meer aan kunnen geven wanneer ze dat buiten moet doen. Want ja, ze deed het binnen helaas. Maar het is wel goed op die matjes, maar eigenlijk meer buiten doen. Dat is de bedoeling. Nou ben ik haar niet haar baasje of zo, maar ja, baasje komt binnenkort weer. Voor nu, ik ga lekker slapen. En bij jullie zie ik... dat komt niet meer uit mijn woorden. Ik hoop dat jullie een blauw duimpje omhoog willen doen. En voor vind ik leuk. En willen abonneren op mijn kanaal. Zou ik heel erg lief vinden. Dus bij deze zeg ik... Rollators!